Ja, toch? Ja. Ja. Tom krijgt af en toe een game in zijn schoot geworpen en dan maakt het eigenlijk niet uit wat het is, maar het kan hem opeens raken. Het kan hem grijpen, het kan hem in vervoering brengen. En zo ook met de indie-titel Dead Cells. En Dead Cells is een Metroidvania game en dat genre is eigenlijk zoals alle Metroid games, oftewel je begint kaal en dan moet je alles verzamelen zodat je verder kan. Ja. Met dan platformen en schieten en slaan en alles. Ja, ja, 2D-platformer. Ja, ik vind Metroid leuk. Ik heb Metroid Fusion, was de laatste Metroid game uitgespeeld. Dat is heel lang geleden, maar dat vond ik echt heel vet. Ja. Wat maakt Dead Cells zo'n goede... Het is een combinatie van, ze pakken de beste elementen van een Metroidvania, dus een Metroid of Castlevania-achtige game, en die combineren ze met een soort van roguelike principe. En dat is dus te vergelijken met bijvoorbeeld een The Binding of Isaac. Dus op het moment dat je sterft, begin je weer van vooraf aan, en telkens je steeds verder komt en steeds krachtiger wordt, dan kun je op een gegeven moment bam, gewoon een klap in je gezicht krijgen en dan begin je weer helemaal terug af aan. En je mag natuurlijk wel wat dingetjes meenemen. Tom, dat maar... is niet leuk! Dat is leuk! Houd toch eens een keer op! Waarom kunnen mensen mij dat... Waarom denken mensen dat dat leuk is? Dit is zo vet. Dead Cells is sowieso een hele kleine titel dan. Ja, ja. Want Metroid games zijn heel groot met heel veel kamers. Nou, maar omdat je dood kan... Nee, want het is dus randomly generated. Dus het blijft wel altijd nieuw. En er zijn wel een soort van vaste stramine van welke levels waar zitten. Maar je kunt eigenlijk elke run kom je weer iets nieuws tegen. Krijg je weer andere situaties. Krijg je weer andere wapens die je met elkaar moet combineren of niet. En kies je wel iets heel anders. En zo is elke run is telkens zo van... Oh, je hebt zo'n power surge op een gegeven moment. En dan krijg je die klap, weet je wel. Dat is lekker. Dat je doodgaat bedoel je? Ja, dat kan. Dat vind jij lekker? Nou ja, ik ragequit dan, maar dan 9 van de 10 keer is het echt 5 minuten later dan van oké, ik start hem weer op. Ik ga met je mee. Oké, ik ga met je mee. Want je had bij mij bij Metroid, ik hou van Metroid-achtige games. Ja. Maar wat is dan het leuke aan de gameplay? Is het dat je zoveel verschillende wapens hebt? Wat is het? Dat is het ook. Het is inderdaad heel veel verschillende wapens, heel veel verschillende abilities, heel veel verschillende statistieken waar je op kan focussen. Maar het is vooral een gevoel voor momentum. Dat je echt ontiegelijk snel kunt razen. Dat alles heel snappy voelt, weet je wel. Onder een vijand doorduiken, hem dan in de rug pakken en dan ook een brandende pijl waarmee je dan combineert met invlambare olie of zo, weet je wel. Allemaal van dat soort dingetjes. Er zitten zoveel van die momentjes in dat het echt heel lekker voelt. En vooral die tocht naar zeg maar goed momentum creëren en het vervolgens ook weer verliezen. Ik weet niet, dat heeft iets heel prettigs. Er gaat heel veel adrenaline door me heen. En soms is een run redelijk kut en ben ik in 3 minuten klaar. En andere keer heb ik een run van 30 minuten met verschillende bosses. En het, dan even is die combinatie er. De ultieme combinatie van pijl en boog met een schild. En dan ineens een granaat en zo. En dan ga je op je bek en stiekem is dat ook een onderdeel ervan. Oh, wat ja, oké. Okay. Ja, het is dus de combinaties van de wapens en de combat is gewoon een heel lekkere flow. Ja, het is inderdaad een enorm lekkere flow. En dan inderdaad dat er heel veel verschillende wapens zijn met allerlei verschillende statistieken die je dan ook weer aan kan passen. En dan zit er een bepaalde metagame in van waarop ga je focussen, waar ga je punten op inzetten en zo. Waar ga je de verzamelde cellen op inzetten. Dus dat is een beetje Dark Souls-achtig. Er zit zelfs een hele mooie soort van easter egg naar Dark Souls in. Omdat ze daar ook gewoon heel open kaart over spelen van hey jongens, dit zijn onze inspiratiebronnen. Hetzelfde met Castlevania en Metroid, zie je dat er ook heel veel leuke referenties in zitten. Zo kun je al het eten op Castlevania zetten. Dan krijg je alleen maar Castlevania-achtig voedsel pick-ups. Je kunt hem ook op baguette zetten. Of vegetarisch. Tuurlijk, want het is een hipster game. Ja. Want ik was heel erg gecharmeerd door de graphics. Ja, nou ja, de graphics zijn inderdaad wel een beetje een dingetje. Het is pixel art, daar moet je van houden. Of dat haatje, dat is een van de twee. Ze pakken het goed aan, maar het is inderdaad wel de zoveelste indie game die pixel art heeft. Ja, dat kunnen we allemaal herkennen en erkennen. Maar er is wel één heel leuk hipster dingetje waar ze goed op inspelen. En dat is de Twitch-integratie. Holy shit, dit is de beste Twitch-integratie aller tijden, hands down. Wat doet het? Als ik de game ga streamen, dan stream ik hem op Twitch en dan zet ik die Twitch-integratie aan. En op dat moment is elk level, kan ik een kip met me meenemen. Captain Chicken. En een van de kijkers is Captain Chicken. En hij beslist over de health potion. Ik kan mijn health potion zelf niet gebruiken. Ik kan alleen naar hem roepen, help, ik heb mijn health potion nodig. Hij kan zeggen, nee, fuck it, je gaat maar lekker dood hier. Of hij geeft me die health potion en hij geeft me nog een leuke wijsheid, want die poppen ook op in mijn verhaal. Maar zo ook, je kunt Twitch kisten vinden, die trap je open. Dan komt er vervolgens komen er een heleboel vijanden. Als je die vijanden verslaat, is het aan de kijkers om die kist voor jou te openen door dingen als boom, pif, paf te typen in de chat. En zo heb je een aantal van die dingetjes dat de kijkers mogen eindbazen zijn. De kijkers mogen beslissen over de modifiers die jij op je levels krijgt. Soms zijn die goed, soms zijn die enorm goed. Dit is echt heel erg goed gedaan. En het feit dat dat zo vloeiend werkt, dan heb ik echt zoiets van... Oh, het is ook heel leuk dat je je kijkers mee kan nemen in toch een best wel eenzame game eigenlijk. Wat super vet. Ja, echt. Nee, absoluut. Echt heel tof bedacht. Ja, heel slim. En jij bent een fanatieke Twitch streamer, dus check Tom's streams ook op GameStack. Partner, drop die bits. Partner, zeker je weet. Game of the Year.
Ja, nou ja, voor mij Game of the Year materiaal. Ah, flik het op, Red Dead komt eraan. Gaat ja, maar ik heb hier al 30 uur in zitten en ik zit nog steeds een beetje te smachten naar mijn volgende sessie en een goede run. Dus dat is heel erg lekker. Als je dit soort games iets die vindt, probeer het. Ja, dit zou heel makkelijk ook. Het draait op Switch, het is op Xbox, het is op PlayStation, het is op PC. Het komt allemaal uit Early Access. Het wordt trouwens ook nog veel uitgebreider, want ze komen al met gratis DLC-pakketten en zo. En een custom mode en jalalala. Maar nee, inderdaad, dit zou op mobiel ook wel best wel lekker kunnen werken. Dat zat ik ook al aan te denken. Oké, okay, dat hoop ik. Dead Cells. Ja, check hem. Check hem. Heb je ook over geschreven. Ja. Als je alles over wil weten, ga even naar gamers.nl. Twee links in de beschrijving, even de review. En één, naar een artikel wat Tom eerst heeft geschreven met allemaal gifjes. Nee, de 6 redenen waarom die fan is van deze game. Ja. Met gifjes. Met gifjes. Check dat op gamersnet.nl. Bedankt voor het kijken. Bedankt Tom. Bedankt Peter. En tot de volgende review hier op gamersnet.nl. Peter. Ja,